Hoe help je jezelf en je klanten om de expert in de markt te zijn? Kijk, allereerst, natuurlijk zijn er meerdere die ook doen wat jij doet of die ook doen wat jouw klanten doen. En dat is helemaal niet erg. Concurrentie is niet erg. Het gaat erom welke invalshoek neem je. Hoe zorg je ervoor dat jij juist en jouw klanten juist om dat ene ding bekend te worden in de markt? Om een voorbeeld te nemen, Coolblue. Ze zijn niet de goedkoopste, dat weet je. Maar ze staan wel bekend vanwege hun klantvriendelijkheid en hun persoonlijkheid. Dus waar ze bekend om staan in de markt, is alles voor een glimlach. Nou, dus er zijn meerdere invalshoeken die je als ondernemer kan nemen om juist gezien te worden in de markt. En de vraag is, waar ga jij je op focussen? Nou, ik noem een aantal invalshoeken die je kunt nemen om bekend te worden in de markt. Dat wil zeggen, je zet jezelf neer als de beste, als de grootste, als de eerste, als de meest vriendelijke. Denk ook aan de enige, de meest opvallende, de meest bijzondere, de snelste, de duurste of juist de goedkoopste. Degene met de meeste humor en persoonlijkheid, betrokkenheid. De meest eigenzinnige of een hele speciale niche kiezen die nog niemand anders kiest. Of voeg iets toe wat niemand anders doet. Kortom, ga kijken hoe kan je jezelf onderscheiden. Ga kijken hoe kunnen jouw klanten je onderscheiden van de rest. Want het gaat erom dat je juist dat ene ding groot maakt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je van deze video vond en laat gerust hieronder je reactie achter.